Maandag 7 oktober presenteerde wethouder van Financiën Hans Stanis de begroting over 2020 aan de pers. Ik doe dat met trots, moet ik eerlijk zeggen, als je naar het uiteindelijke eindproduct kijkt. Even voor het proces. Afgelopen vrijdag heeft het college de begroting aan de raad aangeboden. Nou, de komende weken worden daar dan natuurlijk de nodige sessies over georganiseerd. En de planning is dat half november de raad een definitieve klap geeft op de begroting 2020. Ook al zijn we inmiddels al een geruime tijd één gemeente Altena, toch zijn de lokale heffingen nog niet gelijk. Ook die zijn natuurlijk voor het jaar 2020 nog onder voorbehoud, omdat dat aan de raad aangeboden is. Als je naar de drie taartpunten kijkt, dan zoom ik eerst maar even in op de rioolbelasting. De rioolheffing is nog niet geharmoniseerd. Heeft te maken met een praktische reden. Dat is dat de riolen nog niet helemaal goed in beeld zijn om met een concreet voorstel te komen. Wij hebben, zoals u ongetwijfeld weet, als een herenigdeelde gemeente 2 jaar de tijd om alle heffingen te harmoniseren. Zo staat er in het voorstel aan de raad dat de inwoners van voormalige gemeente Aalburg €181 rioolheffing betalen tegen rond de €270 in de voormalige gemeente Werkendam en Woudrichem. De lokale heffingen worden verder beperkt tot de inflatiecorrectie van 1,4%. Nee, het voorstel wat het college nu doet aan de raad is om uitsluitend de verhoging te beperken tot de inflatiecorrectie. Dat is 1,4%. En het college vindt dat een alleszins redelijk voorstel, omdat je gewoon in algemene zin natuurlijk moet constateren dat de prijzen van de producten die we inkopen natuurlijk ook minimaal met de inflatiecorrectie stijgen. Dus wat dat betreft is het vanuit gemeentelijk perspectief budgetair neutraal. Ja, er ligt geen verdere verhoging op dit moment voor op tafel. Daarnaast zijn er wel tekorten, zoals op het sociaal domein en dan specifiek op jeugdzorg en WMO. Nou ja, wij zijn natuurlijk dit jaar geconfronteerd met een tekort op het sociaal domein. En dat zit voornamelijk bij jeugd en dat zit bij de huishoudelijke hulp bij de WMO. Er is natuurlijk landelijke wetgeving gekomen waar je als gemeente mee geconfronteerd wordt. Hè, dat de toegang tot huishoudelijke hulp is veel makkelijker geworden. Dat heeft ook gevolgen gehad voor de instroom in de gemeente Altena. Als we de aantallen vergelijken van de stand per september ten opzichte van januari, is er ongeveer een stijging van een kwart van het aantal aanvragen. En dat betekent dat de kosten daarmee ook fors gestegen zijn. Het college doet nu een voorstel voor volgend jaar 4 ton. En wat ons betreft de jaren daarna een ton of 6 bezuinigen binnen het sociaal domein. Waarbij, en dat hebben we ook heel nadrukkelijk in de tekst aangegeven, wat ons betreft dit nog niet het laatste is. Als je kijkt naar het totale budget voor de huishoudelijke hulp is dat ongeveer 8 miljoen. We overschrijden dat ongeveer met 1,3 miljoen. Dit is even de hoofdlijn, hè? Even voor de helderheid. De gemeente Altena wil, en daar heb ik net al aangegeven, een x-aantal grote projecten de komende jaren verder brengen. We moeten ook nog stappen zetten op het gebied van het harmoniseren van het wegonderhoud en ook de riolering. Nou, dat zal ook nog heel veel geld gaan kosten. En dat betekent dat het college wel voorstelt aan de raad om volgend jaar aan de hand van een voorstel wat het college uit gaat werken samen met een advies van de brede sociale adviesraad om te kijken of er nog meer bezuinigingsmogelijkheden zijn op het sociaal domein. Ja, nu was dat tekort. In eerste instantie zie ik meen 900.000 euro. Uiteindelijk is enkele weken geleden duidelijk geworden dat die 9 ton bijna 2 miljoen is geworden. Hoe heeft dat zo in een korte periode kunnen ontstaan? Kijk, wij zijn natuurlijk als gemeente in januari begonnen. Dat is één. Wij hebben toen een stap moeten zetten om de bestaande organisaties te integreren. En dat geldt ook voor de boekhouding. En ook voor de hele administratie rond het hele sociaal domein. Wij hebben medio juni op basis van de dan beschikbare cijfers een inschatting gemaakt. En wij kwamen toen tot een berekening van ongeveer 9 ton. Ja, en achteraf moet je zeggen dat daar een aantal uitgangspunten onder hebben gelegen. Waaronder de belangrijkste is dat wij zagen dat in het eerste kwartaal een forse toename was van het aantal aanvragen. Wij hebben toen de inschatting gemaakt
ja, dat die groei af zou vlakken. En wat je eigenlijk ziet is dat de groei eigenlijk zelfs nog meer dan evenredig doorgezet is. Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste reden geweest. Het college wil met de begroting ook stappen zetten met nieuwe projecten. Een aantal van de zogenaamde grote projecten de komende jaren vlot te trekken. Of eigenlijk de komende periode. Hè, dat is in een hele willekeurige volgorde. Sommige zijn bekend, sommige zijn misschien wat minder bekend. Mijn collega Matthijs van Oosten is natuurlijk hard bezig met de insteekhaven in Werkendam. Nou, de insteek is dat begin volgend jaar daar een voorstel bij de raad ligt. Vorige week is gecommuniceerd dat in december een voorstel in de raad ligt voor de atletiekbaan en het verplaatsen van de paardensportvereniging. We werken hard op dit moment aan een tweetal nieuwe brandweerkazernes in Hank en in Almkerk. Er is planvorming voor een tweetal brede scholen, Almkerk en Nieuwendijk. Dat zijn ook projecten waar al lang over gesproken wordt, maar die we op hele korte termijn ook in de besluitvorming aan de raad aan gaan bieden. Bij de eerstvolgende Altena-tafel staat de begroting van 2020 op de agenda voor de gemeenteraad.